Bij Tenshipping aan de Duisburglaan zijn 4 pakketten met huishoudelijke spullen gevonden, samen met 24 dozen munitie, Luger 9 mm en hagelpatronen en projectielen. Op 13 juni 2024 zijn deze munitiedozen overgedragen aan de afdeling kapitale delicten. De forensische opsporing heeft de in beslag genomen goederen gefotografeerd. De munitie wordt nu overgedragen aan de afdeling wapenkamer. Er zijn nog geen verdachten gearresteerd. Het onderzoek loopt nog steeds. De FAO heeft 30 tablets geschonken aan het ministerie van LVV voor de 6e agrarische telling in Suriname. Deze telling is cruciaal voor het verkrijgen van actuele statistieken over de agrarische sector, essentieel voor effectief beleid. LVV zal met ondersteuning van FAO de telling uitvoeren en volgens internationale richtlijnen om gedetailleerde gegevens te verzamelen over gewas- en veeteeltproductie. Parlementsvoorzitter Marinus B. bezocht op 12 juni 2024 Indra Marijke Jawala Persat, de eerste vrouwelijke voorzitter van het Surinaams parlement, die momenteel in een ziekenhuis verblijft. Tijdens het bezoek bespraken ze de live-uitzendingen van de openbare vergadering van de Nationale Assemblee. Voorzitter B. benadrukte het motto eens een voorzitter, altijd een voorzitter, terwijl Jawala Persat herinneringen ophaalde aan haar zittingstermijn tijdens een documentaire ter gelegenheid van de herdenking van 155 jaar volksvertegenwoordiging in Suriname in 2021.